Net geland op Schiphol, via een hotel in Sassenheim, rijdt Jeroen Zoet terug naar Eindhoven. Met de verloren oefenwedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Zweden nog in de benen. We hebben 3-0 verloren. Ik had de eerste helft gespeeld. Twee goals tegen, waaronder een penalty. Ik weet niet wat er mis was, want ja, we zijn toch met de beste jongens van Nederland allemaal. Maar gelukkig was het een oefenduel waar we weer uit kunnen leren. Straks de Bulgarije kwalificatie en daar moeten we gewoon zorgen dat we winnen. Aan het eind van het vorige seizoen werd in overleg met de technische staf besloten voor een tijdelijk vertrek uit Eindhoven. Bij het net gepromoveerde RKC Waalwijk heeft Jeroen Zoet meer kans op speeltijd en dus de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Om veel wedstrijden te gaan spelen, ervaring op te doen en het mee te maken hoe het is om in grote stadions te spelen, met media omgaan en met alles wat eromheen en wat erbij komt kijken, ervan te leren, zeg maar. En dat is het belangrijkste, dat ik gewoon een heel seizoen lang ga spelen. De wedstrijd voorafgaand aan het duel met PSV maakte Jeroen Zoet zijn debuut in de Eredivisie met RKC tegen Heracles Almelo. Het leverde de club uit Waalwijk uiteindelijk 1 punt op en Jeroen Zoet 2 tegendoelpunten. Ja, het was mooi om mijn betaald voetbaldebuut te maken en gelijk in de Eredivisie. Alleen achteraf een beetje gemengde gevoelens, want ik was blij dat ik mijn debuut had gemaakt en dat we toch een punt hadden gepakt. Maar ik had liever 3 punten gehad, want ik heb 2 ballen op de goal gehad en gingen allebei in, dus dat was iets minder. Kun je je wat verwijten bij die 2 doelpunten? Dat is weer, ik kan gelijk lering uittrekken. Ik had misschien kunnen komen bij de eerste goal en zo bekijk ik met de keeperstrainer gewoon de doelpunten en analyseren wat. Het laatste duel van PSV in het Philipsstadion was de 2-1 overwinning op Vitesse. Aan het einde van het vorige seizoen. De opening van deze jaargang is dus aankomende zaterdag tegen RKC uit Waalwijk. PSV is natuurlijk kwalitatief sterker. Alleen we hebben gewoon een leuk en hecht team. Als we voor elkaar vechten, dan wie weet kunnen we iets behalen hier. Wanneer is deze wedstrijd voor jou persoonlijk geslaagd? Ja, ik weet niet, man. Dat is wel moeilijk. Gewoon als ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Ik heb altijd een goed gevoel als ik de nul hou. Het zal lastig worden, maar ik wil gewoon mijn eigen niveau halen en ook aan het PSV-publiek laten zien wat ik kan. Qua doelmannen heeft Jeroen Zoet enkele memorabele voorgangers in Eindhoven gehad, waar hij veel van heeft kunnen leren. De laatste 2, die pikken we er even uit. Te beginnen met Aurelio Gomez. Hij heerst in de 16, hoge ballen kwam hij altijd en dat is wel iets waarmee je aan de verdediging rust geeft en dat is wel heel belangrijk. Isaacson? Hij is sterk met 1 tegen 1. Hij weet zich altijd goed groot te maken waardoor hij de bal tegen kan. Nu is hij even te gast in het Philipsstadion. Zaterdag een heuse tegenstander, maar in de toekomst moet dit zijn huis worden. Het huis van Jeroen Zoet. Vanaf aankomende zomer misschien wel. Ik wil gewoon zoveel mogelijk spelen en leren. En dat is het belangrijkste. Dat ik gewoon bagage heb en dat ik daarmee terugkeer naar PSV. Een stuk volwassener worden? Ook, ja, inderdaad. En daar hoort de baard ook bij? Ja, joh. Jeroen Zoet, 20 jaar, nu eerste doelman bij Jong Oranje. En over een aantal jaar hangt hij hier misschien wel tussen. Als PSV'er die uitkomt voor het Nederlands elftal.